Hola amigos en welkom bij een nieuwe game video hier op Aldus Games. Vandaag is het weer tijd om Sims 4 te gaan spelen hier op Aldus Games samen met mij. Want ik zal eventjes uitleggen als je het hebt gemist. Ik doe namelijk deze hele decembermaand ga ik elke dag de Sims 4 doen. Het komt geen eens uit mijn mond, want ik heb er gewoon ontzettend veel zin in. Holy moly. Jongens, ik heb een paar dingetjes om te melden. Dit is deel 2 van de Sims 4 van mijn serie, zeg maar. En als je het eerste deel niet hebt gezien, het linkje daarvan zal hier in de beschrijving staan. En dat zal ik dan bij elke episode, zal ik eventjes het linkje van het vorige deel even in de beschrijving zetten. Zodat je die, als je die hebt gemist, kan je hem altijd eventjes zien. Ik heb heel veel dingen weer te zeggen. Ik heb in de vorige video van de Sims 4, december editie, zo ga ik het namelijk noemen, want ik doe het namelijk in december elke dag. Heb ik gevraagd van, weten jullie leuke challenges? Weten jullie leuke dingetjes wat we kunnen doen? Bijvoorbeeld in deze gele maand in de Sims 4 december editie. ik heb heel veel leuke dingetjes gehoord van jullie. Maar jullie zijn allemaal van, maak mensen zwanger en dood ze en dit en dat. Maak kinderen. Zullen we allemaal dat de kinderen gaan maken? Hartstikke gezellig. Maar ik heb nu... Als je mijn Sims 3 studententijd 3.0 serie hebt gevolgd, ik ben helemaal gek van mods. En mods zijn zeg maar soort, ja wat is het, mensen, spelers die maken dat. En dat kan je dan in je game stoppen. En dat, met die mods dan pas je iets aan het spel. Zoals heb ik nu een mod geïnstalleerd. Of nou ja, ik deed zeg maar in die Sims 3 serie, deed ik zeg maar mensen vermoorden. Dat, als mensen een foto van me maakten, had ik hun vermoord. Die serie was gigantisch geweldig. Echt hilarisch. Heel veel mensen vonden het echt hilarisch om te kijken. En dat linkje zal ik ook even in de beschrijving zetten. Als je die graag wil zien. Want die serie? Nou jongens, ik heb me doodgelachen. Echt serieus was die heel erg leuk. Maar nu heb ik wat leuks geïnstalleerd. Er zijn helaas nog geen mods voor mensen te vermoorden. En met wapens en alles. Dat is er allemaal nog niet. Omdat de game ja nog best wel nieuw is. Maar wat ik wel heb geïnstalleerd. Is dat mensen zwanger, mannen ook zwanger kunnen worden. En bijvoorbeeld... Een man die doet met een vrouw, dan kan een man ook zwanger worden. Het kan allemaal. Alles is mogelijk. Dus dat is al één dingetje wat ik al heb geïnstalleerd. Ik weet trouwens niet waarom hier opeens 4 mensen staan. Maar kijk, zo zie je al. Deze man is zwanger. Of hij heeft gewoon een lekker bierbuikje. Dat kan ook misschien. Maar ik weet niet waarom deze mensen hier opeens staan. Ik heb geen idee. Ik heb ook nog geïnstalleerd iets met dat we geen blurrige achtergrond zien. Jullie hebben daar niet zoveel last van, maar... Kijk, nu zien we meer detail van dit allemaal zien we in plaats van dat het een beetje wazig is. En wat heb ik nog meer geïnstalleerd? Als je bijvoorbeeld vraagt aan iemand van ben je single? Weet je wel, heb je geen relatie? Dan worden ze daar niet boos om. Want normaal worden ze blijkbaar boos om ofzo. Ik heb het gewoon lekker geïnstalleerd. Ja, boeien, weet ik veel. En dan gaan we nu lekker verder met The Sims 4 December editie. Ik heb ook één dingetje. Jullie willen cheats of niet cheats. Jullie zitten er allemaal dingen over te zeggen. Ik heb besloten om wel te cheaten. Als je dat jammer vindt, sorry daarvoor. Maar toen kwam één iemand die had in de reacties gezet van... Roy, je kan beter maar wel cheats doen. Want als je naar je werk gaat, is de helft van de dag voorbij. En dat is ook dus de helft van de video. Want ik doe elke dag van de sim, van Hans Groepa. Zo heet deze dude hier links in de hoek. Daarom ga ik toch wel cheats doen. Hoppatee. Dat is ook weer gezegd. En ik vroeg jullie om dit... Hier, blaas, plezier, honger, sociaal, energie en hygiëne. Kijk, dat was ik vorige keer vergeten. Ik wist ook niet waar het stond. Ik had het vorige keer, toen ik wel een keer de Sims 4 had gespeeld, had ik het wel open gezet. Maar ik was het even vergeten waar het zat. Kijk, al deze mensen gaan nu lekker naar huis. Ik dacht, misschien is dit wel ons chickie van ons leven. Eigenlijk niet, ze is best wel oud. Nee, dat moeten we niet hebben hoor, jongens. Dat moeten we niet hebben. Maar, wat ik dus ga doen, jongens. We gaan lekker cheaten. Oh, monies. Wat is dit nou? Wat doe ik? Wat heb ik gedaan? Hands omhoog, jongens. We gaan reizen. We gaan helemaal niet reizen. Ik doe gewoon even een cheat. Gekkie. Zo, motterlood. Ik heb nou... Oh, doe ik het weer? Jeetje, ik weet niet wat ik doe, hoor. Ik heb geen idee wat ik doe. Zo, ik heb namelijk een heel leuk huis geïnstalleerd, jongens. Doe het alsjeblieft. Yes. Van een andere mede-YouTuber uit Australië. Misschien ken je hem wel, The Sims Supply. En hij heeft een heel mooi huis gemaakt. En die heb ik geïnstalleerd in mijn Sims 4. Dus daar gaan we lekker naartoe. Ik ga lekker hem eventjes... We gaan niet joggen, nee, ik wil bellen. Hoe kunnen we verhuizen? Kijk, letterlijk, ik weet niet hoe we kunnen verhuizen. Dat is echt nieuw voor me. Mevrouw. Nee, mevrouw die hier lekker aan het joggen is. Hey, klik. Nou, verdomme... Hé, hey, je gaat me toch niet zo negeren, hè? Nou, dan wel, joh. Oké, hier loopt een andere vrouw. Mevrouw, Eefje Kuipers. Kuipje boter. Hé, hey, nee, kom hier. Nee, hierheen gaan.
Praat met haar. Praat al. Nee, nee, nee. Niemand mag ons, jongens. Niemand mag ons. Oké, dan gaan we ook maar reizen. Ik weet niet hoe ik het deed. Hoe ik dat reizen aanzette. Ik deed iets van zo, motorload. En toen deed ik zo, blalalala. Ik heb geen idee. Hoe gaan we reizen? Ik heb letterlijk geen idee. Ik ben zo noop hierin, hè. Ik weet het niet. Live chat hulp? Nee. Dat hebben we niet nodig. Nee. Galerie openen? Nee. Wat wil ik doen? Wat wil ik doen? Ik wil freaking naar huis gaan. Ja, maar ik ben al bij huis. Oké. In de Sims 3 kon je ouderwets lekker met je smartphone... Wacht, die zit hier. Ik weet het al, ik weet het al. Die zit hier zo. Smartphone. Yes. We hebben het al gevonden hoe we het moeten doen. Gelukkig. Oké. Een spel spelen? Nee, ik wil verhuizen. Ik wil verhuizen. Huishouden verhuizen. There we go. Want we gaan uit dit lelijke, lelijke krot gaan we weg. Eigenlijk is het niet zo lelijk. Even serieus. Het is niet zo lelijk voor een startershuisje. Maar ik heb zo'n leuk huisje geïnstalleerd in de Sims. En dan gaan jullie lekker allemaal meemaken. Zo, we gaan het allemaal zien. En die staat namelijk hier. Kunnen we er wonen? Gemeubileerd, graag. Dank u wel. En we wonen er. Hoppatee. En ik ga zo eventjes een mooie roomtour doen. Een mooie MTV Cribs. Yo, you wait zelf. Door het huis. En ik heb ook eventjes... Hey, heb ik een mooie zwembad erin gezet. Oh, oh, komt ie hoor. Het strandhuis. Grouper. Oh, hij zit achter zijn computer al. Hoe dan? Hoe doet hij dat zo snel? I don't care. Jongens, welkom in het huis... Het zandhuis of zo. I don't know. Weet ik niet. Het dak kunnen we niet zien blijkbaar. Hartstikke leuk en aardig. Oh, nu wel. Jongens, welkom bij het huis. Het zandhuis. Hey. Hey. Kijk zo mooi. Ik vind het er zo ontiegelijk nice uitzien, hè. Hier heb je de ingang, jongens. En hier heb je zeg maar, de voorkant. Dan heb je een mooi balkonnetje. En je hebt hier ook een veranda waar je niet kan lopen. Maar dat is gewoon voor de sier. Zo te zien. En dan hebben we hier de achterkant van het huis. Waar een mooi zwembad is. Met een heg en een barbecue. En we kunnen nog van alles hier in de tuin zetten. Wat we maar willen. En dan ga ik nu eventjes een mooie roomtour geven. Door het huis hier beneden. Want dit is de gang, jongens. Let op, de gang. En kijk, er staan vrouwenschoenen. Alsof wij die gaan aandoen. Nou, denk het niet hoor, gekkies. Dit is de eetkamer, jongens. Een hele simpele eetkamer met twee soorten spiegels. Ik heb het huis trouwens niet gemaakt, hoor, als je dat denkt. Hier is de studeerkamer met de computer en wat boekenkasten. En wat spulletjes. Hier hebben wij de woonkamer met allemaal banken en een mooie tv. En nog een boekenkast. Een mooie lamp. Wat een gekkie. En hier hebben we de leuke keuken. Ik vind hem echt hartstikke leuk. Ik weet niet, kunnen we eventjes... Waar kunnen we dat doen? Oh, hier kunnen we dat doen. Zo, kijk. Nu kunnen we het beter zien, jongens. Dit is een leuke keuken. En als je met de trap naar boven gaat, jongens, dan kom je op de tweede etage. Ik zal eventjes hierop drukken, want dan kan je het beter zien. Zo, hier is de master bedroom. Of nou ja, gewoon de slaapkamer van ons. Heel nice en alles. En kijk wat voor mooi zwembad. Zwembad. Roy, doe eens normaal. Dit is een bad. Wauw. Wauw, het komt er even niet uit, hoor. Jeetje. Oh. Dan kunnen we hier lekker naar buiten kijken terwijl we hier lekker in een bad zitten. Oh, nou, nice hoor. En dan hebben we hier nog een andere soort, ja, een soort kleine chillruimte met een klein tv'tje en twee banken. Dan hebben we hier een andere badkamer hier met een douche erbij en een wastafel, want hier hebben we dat niet. Oh, je hebt toch wel, grapje. En hier hebben we nog een andere kamer, soort, ja, tienerkamertje of zo, met een mega lekkere tv en... Een leuk bed en gewoon een heel leuk kamertje. En dan hebben we hier nog een kinderkamer. Want misschien krijgen we ooit wel kinderen. En dan hebben we dat kamertje ook gewoon nodig. En dan wordt dit de moordkamer. Dan gaan we deze deur op slot doen. En dan diegene die we niet meer mogen, die gooien we gewoon in het hok. En die gaat hier lekker dood. How about that? Zo gaan we mensen lekker vermoorden hier in het spel. Willen we het nog even in de nacht zien, jongens? Kijk eens wat een beautiful house. Oh, oké, genoeg. Jongens, genoeg. We gaan nu even lekker gamen. Want daar komen we natuurlijk voor. Ik heb alles lekker laten zien. Maar dan gaan we nu lekker verder. Zo, there we go. Oké. Vandaag wordt het nog wel een korte dag. Want ik heb nu weer een hele lange introductie gedaan van de Sims 4. Dat we het huis hebben laten zien. En dat ik alles heb uitgelegd. Maar nu gaan we lekker spelen. Deze dag, het is nu maandag 3:15 hier in de Sims 4. En wat we gaan doen, we gaan deze dag nog wel lekker chillen. En dan morgen starten we met een frisse, fruitige dag in een nieuwe aflevering van de Sims 4. Oké. Wacht, we moeten dit natuurlijk wel eventjes erbij halen, want anders heeft het helemaal geen nut. En hij heeft een beetje blaas nodig. Nou, ik vind het helemaal best. Ga je maar lekker schijten, of ik bedoel plassen. Toiletteren, is dat het goede woord? I don't know. En natuurlijk moet ik niet vergeten. Ik weet niet waar die staat. Ik moet hem even opzoeken. How bad of me? Hebben ze hem hier eigenlijk wel? Hebben ze hier een stereo?
Ze hebben hier geen stereo. Oh, die moeten we natuurlijk wel even neerzetten. Net zoals in de vorige video. Waar staat dat ding? Waar staat hij? Oh, hier. Hier staat hij al. Kijk dan. Oh, dan doen we lekker. Hoe heet deze? De huisblaasfluisteraar. Nou, ik vind het helemaal best, weet je dat? Kan ik hem draaien? Yes, there we go. Dit is een lekkere boombox hoor, jongens. Kijk dan. Aanzetten. Oh, hier hebben we veel meer muziek. Zie je dat? Oh yeah. En we zetten hem even volume. Wat harder. Kijk jongens, there we go. Dat bedoel ik nou even. Lekker muziekje. Nou, ben jij lekker naar de wc geweest, jongeman? Hij heeft wat plezier nodig. Nou, weet je wat we lekker gaan doen? We gaan even lekker reizen. Want we gaan eventjes lekker naar de buurtplek. Want je hebt hier zo'n plek waar heel veel mensen gewoon lekker kunnen chillen. Een soort park ideetje. En daar wil ik graag naartoe gaan. Want misschien kunnen we daar wat mensen ontmoeten. En misschien kunnen we daar wel, misschien ons liefde van ons leven ontmoeten. You never know, guys. You never know. We gaan even kijken. Hier wil ik heen. Dit is de woestijnbloem. Een park. Dat is het woord. Een park. Een park. Hans Groepa. Ja. Hans Groepa gaat naar het park. Oeh. Jongen. Ik heb nog geen ene haatreactie gezien van de naam Hans Groepa. Dus ik vind het helemaal best. Wat jullie ervan vinden? En anders, ja, ik noem me nog steeds Hans Groepa hoor. I don't care. Oh, jongens. Nog maak een kasteel, zie ik ook in de comments. Ja, ik weet niet. Misschien kunnen we wel nog een lekkere villa gaan bouwen. Want ik hou van bouwen. Ik moet eerlijk zeggen, ik kan wel een beetje bouwen in de Sims. Dus ik vind het wel ook leuk om te doen. Stel, we willen dat een keertje doen. En holy crap, kijk dit speelding dan. Dat is ziek leuk. Dit had je niet in mijn kindertijd. Ik ben nog gewoon kind hoor, of zo. Ik ben nog 17. Maar hier speelde je niet vroeger mee of zo hoor. Oh jongens, we kunnen ook gaan schaatsen. Ja, dit is ons liefde van ons leven. Dit is Vee van Dam. Hey, Veetje. Toverveetje. En wie is dit? Waarom rennen hun hele tijd zo? Lekker. Ja, ik weet dat het gezond is dat je even gaat hardlopen. Maar nee. Oeh, dit is misschien even een leuke chillplek. Wie is dit? Die lijkt net op Emmy Grub. Millie Grub. Davy Hofman. Aardige introductie. Kom maar door. We gaan lekker even chillen billen. Met onze Davy. Hans en Davy kennen elkaar nog niet. Nou, dat is dan heel erg pech voor Hans en Davy. Want ze gaan elkaar straks wel lekker kennen. Want ze gaan lekker op date. If you know what I mean. Sorry. Hey. Ga jij even je mond houden, jongeman? Kees Bakker. Ga lekker een broodje bakken. Hey. Oké. Opfleuren. Oh, is ze niet happy of zo? Wat is er dan met haar? Ik weet niet. Heeft ze iets? Oh, ze praat wel een beetje zwaar. Weet je wel? Niet echt heel een vrouwelijke stem of iets. Een beetje heel zwaar. Geef natuurlijk niet. Kan natuurlijk gewoon. Leren kennen. Ik wil haar wel leren kennen hoor. Zo, en ik doe even een dansje hoor. Hey. Ze is zelfverzekerd zo te zien. Ik weet niet of jullie dat zien staan, maar dat staat op de plek van de webcam. Staat zelfverzekerd. Ik weet niet, vraag hoe de dag was. Wacht, we gaan eerst vragen of ze vrijgezel is. Want als ze dat niet is, dan kunnen we het vergeten. Dan zeggen we dat ik gedag. En ze is somber, oh nee. Een sombere dame, dat willen we toch niet hebben. Ze is vrijgezel. Jongens, we hebben beet. We hebben letterlijk beet met de vishengel. Oh nee, ik weet het niet hoor. Maar hey, het is wel goed om eventjes hoe heet het nou? Wat vrienden te maken, weet je wel? Ze is gemeen. Oh nee, ze past wel bij mij. Even serieus, Hans Groepen is ook kwaadaardig. Er zijn hier zoveel mensen, hè? We hebben zoveel keus. Wie is dit? Ze ziet er ook wel chill uit. Oh, ze loopt niet chill. Dit is Erika of zo? Erika Terpstra? Als ze echt Erika heet, hè, jongens? Dan is dit the one. Heet ze echt Erika? Ja, Erika. Oh, aardige introductie. Nu, die meteen. Kom op. Meteen. Ga naar haar toe. Erika Terpstra. Erika Posma. Het lijkt er zoveel op, hè? Ik ga gelijk vragen of ze vrijgezel is. Als het niet zo is, hè? Moeten we die andere man of vrouw dumpen? En dan moeten we met Erika Posma hebben. Ik noem haar gewoon Erika Terpstra, oké? I don't care. Ze is vrijgezel. Jongens, thank God. Thank the freaking God. We gaan leren kennen. Kom maar hier. En we gaan leren kennen. We moeten haar goed leren kennen, jongens. Ze is geniaal, zegt ze. En wat is ze nog meer? Ze is een nerd. Perfect. Opfleuren. Wat is er met de hand? Wat is er aan de hand? Jongens, misschien is dit wel the one. Ho, pardon. Waarom komt deze dikke booty hier doorheen lopen opeens? Kijk eens uit voor de plant. Wie is het?
Timmermans. Gezellig hoor. Nee, is alleen wel leuk. Ik vind het wel een beetje passen bij Hans Groepa. Hans Groepa! Ja! Hans Groepa. Een oprecht compliment geven. That sounds good. Oké. Wat is dit? Iemand zoenen? Wilt hij iemand zoenen? Een mop vertellen. Oh, hij wil ook een mop vertellen. Zullen we een mop vertellen aan haar? Ik vind het helemaal best. Kunnen we dat niet doen? Aangrijpend verhaal vertellen. Oh, dat is wel leuk. Dat komt wel goed natuurlijk. Erika voelt zich energiek. Nou Erika, dat is helemaal goed voor je. Relatie bekende. Oh, we zijn bekende van elkaar. Oké, dat is helemaal best. Ik vind dat helemaal mooi. Diepgaand gesprek. Dat is ook wel even nice, denk ik. Dan gaan ze een beetje meer in de details misschien, weet je wel. Nou, misschien wordt het wel wat. We gaan wel even meer afspreken met haar. Maar jongens, we gaan afscheid nemen. Even kijken, hoe kunnen we dat ook weer doen? Vriendelijk afscheid nemen. Afscheid. Zo. Hey, dag Erika Terpstra, zwem ze. En we gaan weer naar huis. Even kijken hoor. Ja, we kunnen via reizen doen. Hé, we gaan, Erika. Erika, ga weg of zo. Erika. Nog even wachten, oké? Je mag dadelijk mee naar huis. Oké, jeetje, wat voor zombie loopt hier nou? Doe eens normaal. Oh, we gaan weg. Oké. Ik vind het wel best. Maakt mij geen onderhoud. We gaan lekker naar huis toe. Zo, kunnen we naar huis? Yes, there we go. Want het is alweer 7:30 of zo was het. Oeh, Sesamstraat-tijd. Hoe laat begint Sesamstraat eigenlijk? We zeggen altijd van, oh nee, je moet naar Sesamstraat lekker naar bed toe. Weet je wel, zoiets. Maar hoe laat is Sesamstraat eigenlijk? Ja, I don't know. Bestaat het nog eigenlijk wel? Tuurlijk wel. Tuurlijk wel. Oké, jongens. Hebben we honger? We hebben een beetje honger. I don't even care. We moeten diner eten, want dat hoort bij... om thuis te laden. Dat hoort bij het leven. Je moet ontbijten, je moet lunchen en je moet dineren. Dat hoort er gewoon bij. Dus we moeten, alsof je geen honger hebt, je moet gewoon eventjes wat eten. Nou, misschien moet je niet, als je echt helemaal vol zit en je wordt helemaal misselijk van het eten, denk je van, ik hoef echt niks meer, maar ik moet eten. Nee, dat hoeft niet hoor, denk ik. Oh. Nou, hij is ook niet zo moe, of nou, een beetje. Nou, een klein beetje moe. Oké. Jullie zeiden ook massaal in de comments, reacties, van Roy, koop een ezel. En een ezel is, nou, niet een... Mooie, dat was een mooie imitatie van een ezel. Nee, een ezel waar je op kan gaan schilderen. En daar kan je heel veel monies mee verdienen. Kijk, ik wil nu niet meer cheaten met monies. En ik wil natuurlijk wel even lekker geld verdienen. Moet wel wat doen voor onze doekoe. Voor onze geld. Dus dan wil ik natuurlijk wel doen. Dus, jongens, gisteren aten we ook tuinsalade. Als lunch. Dat was vandaag. Gadver, 2 keer tuinsalade eten op een dag. Dan moet je toch niet hebben. Dan word je wel echt een gezonde boy hoor. Jeetje. Kunnen we al gaan eten? Nee, hij zat letterlijk naar te kijken. Duivels lachen. Hij wilde even duivels gaan lachen en nu gaat hij weer verder met koken. Snapt iemand dat? Nee, ik niet hoor. Hey, gaat hij dat even lekker eten? En hij is heel erg moe, maar we gaan wel eventjes een tuinsalade eten. Met een lekker muziekje aan. Huisparty jongens, we gaan echt een huisparty geven straks. Of nou, straks, als we echt veel vrienden hebben gemaakt hier in de Sims. Dan gaan we echt even een huisparty nemen hoor. Hoppatee. Dan gaan we zo even lekker dansen. Even lekker jansen met een biertje. Ik vind het wel best. Oké, we gaan lekker even snel eten. Zo. En daarna gaan we lekker even tanden poetsen boven. Want dat moeten we niet vergeten jongens. Altijd eventjes tanden poetsen. Ik weet niet of Bo dat wel eens deed in de Sims. Maar ik doe het altijd in de Sims. Je moet ook altijd in het echte leven doen jongens. Tanden poetsen. 2 keer per dag of 3 keer per dag. Ja, ja. Zo. Nou, we hebben lekker tanden gepoetst. En dan gaan we nu de eerste nacht maken, jongens. In The Sims 4. Nou, ik vind het echt helemaal mooi. Zelfverzekerd zijn we. Yes. Super. There we go, jongens. We gaan lekker slapen. Zo, there we go. En dat betekent ook dat dit de eerste nacht was in The Sims 4. En dat betekent ook dat de dag voorbij is van deze aflevering. Want we deden deze aflevering samen echt eventjes met... deze aflevering samen met de vorige aflevering. Deze dag, zeg maar. Maar morgen starten we met een frisse nieuwe dag. En gaan we door tot we weer lekker gaan slapen. Want dat lukt dan gewoon met de tijd. Jongens, ik wil jullie graag bedanken voor het kijken voor deze Sims 4 video. En als je daar nou een leuke video vond, begin even je duimpje omhoog te doen. Want dan kan ik zien dat jij het een leuke video vond. En als je het ook leuk vond, doe het dan eventjes nog steeds. En dan zie ik jou hopelijk morgen weer bij een nieuwe aflevering van... Ik wilde Far Cry 4 zeggen. Nou, misschien dat ook. En bij The Sims 4. Jongens, bedankt voor het kijken. En bye bye.